Goedemorgen, het is op dit moment woensdag 18 maart en dag 3 van de sluiting van de jongerencentra. Ik sta hier in Katwijk. Ik sta voor het hoofdkwartier van Welzijnskwartier. En hier zijn ook niet zo heel veel mensen aan het werk geweest. Ik heb net sleutels opgehaald van een aantal panden die ook onder Welzijnskwartier vallen. Welzijnskwartier doet niet alleen jongerenwerk. Beheert, faciliteert en exploiteert onder andere 15 panden in de hele regio. Wij doen dit met een team, een heel goed team, die ook wel de aandacht verdient die het nodig heeft. Onder dit team vallen ook mensen uit de kwetsbare doelgroep. Uiteraard zijn deze mensen op dit moment thuis. En met het team van beheerders moeten wij wel zorgen dat deze panden over een aantal weken weer open kunnen. Ik ga straks naar Voorhout, Sassenheim en Noordwijkerhout om daar wat dingen aan de panden te doen. Zodat daar ook weer de jongeren, maar ook ouderen en mensen met een verstandelijk gehandicap over een paar weken hopelijk weer hun activiteiten kunnen hervatten. Voor nu ga ik even lekker naar het strand toe. Nee, uiteraard niet. We gaan aan het werk en misschien dat we deze week wel wat meer over het beheer komen te weten door middel van deze vlog. Hoi hoi!